Alles staat tegenwoordig in dienst van de economie. Als ik om me heen kijk, zie ik overal productiefactoren. Er moet geld worden verdiend. Het binnenlands product moet zo hoog mogelijk zijn. Leraren gaan eronder aan de torenhoge werkdruk, maar ze moeten niet te veel verdienen. We moeten zeven dagen per week kunnen winkelen. De economie moet groeien. Want ja, de economie moet gewoon groeien. Het gaat goed in Nederland. Maar we sturen wel heel veel vluchtelingen gewoon weer terug. En ondertussen zitten er duizenden Groningers te wachten in een kapotte huis op de volgende aardbeving. We denken dat we steeds meer aan het seculariseren zijn. Steeds meer mensen noemen zich atheïstisch. Maar we zijn juist steeds meer gelovig. We onderwerpen ons aan de wet van de economie. O heilige inflatie, goddelijke groei, waar zijt gij? Where's is the love? zong de Black Eyed Peas. We willen toch dat het goed gaat met ons. Dat wij welvarend zijn. We denken dat we er goed aan doen om onze economie te bevorderen. Maar, want daaraan weten we onze welvaart. Maar ons geluk en ons welzijn hangen niet af van de economie. Waarom draaien wij de gaskranen niet terug? Waarom reizen we niet meer samen met openbaar vervoer of met de elektrische auto? En waarom helpen wij zo weinig vluchtelingen? Overal is tegenwoordig een slot op. Overal hangen tegenwoordig camera's. En wellicht komt er een sleepwet. Kunnen we elkaar niet meer vertrouwen? Er zijn steeds meer mensen die hun leven voltooid vinden. Simpelweg omdat anderen geen tijd meer voor hun hebben en ze eenzaam zijn. Where is the love? Afgelopen voorjaar ben ik in Rwanda geweest. Een van de armste landen van Afrika. Een land dat 24 jaar geleden gebukt ging onder een heftig genocide. Een land dat tweedertien jaar geleden ongelooflijk verdeeld was. Eén ding viel me direct op. Ondanks de armoede zorgen deze mensen voor elkaar. Als een vrouw weduwe is geworden en geen inkomsten meer heeft, zorgde de anderen ervoor dat zij een koe of een geit krijgt, zodat ze wel weer inkomsten heeft. En als anderen een probleem hadden, ondernamen de anderen direct actie, zodat diegene wel weer inkomsten had. Waarom kijken we niet meer elkaar om? Laten wij opstaan. Laten wij naast elkaar gaan staan. Laten wij nee zeggen tegen dit economicisme. Want het maakt niet uit. Wie je bent, wat je bent of waar je ook bent, wij zijn allemaal Nederlanders. En Nederlanders zorgen voor elkaar. Als ik om me heen kijk, zie ik allemaal mensen. Mensen met elkaar voor elkaar. Dank u wel.